Stel u zelf voor in exact 30 seconden. Hallo, mijn naam is Tom Cox. Ik ben 42 jaar en ik kom uit Hasselt. Ik zal straks voor CD&V kandidaat zijn voor de vierde plaats voor het Vlaams parlement. Ik ben papa van Seb en Sien, twee fantastisch lieve kinderen. Daarnaast ben ik directeur van een grote secundaire school in Hasselt. Een jaar geleden heb ik de stap gezet naar de actieve politiek en was ik onmiddellijk verkozen in Hasselt. En straks wil ik meedingen voor het Vlaams parlement. Waarom stapt u in de politieke strijd? Wel, als directeur van een grote secundaire school krijg ik dagelijks te maken met gezinnen, met jongeren. En ik zie daar heel veel uitdagingen liggen waar wij als samenleving voor staan. En vanuit die praktijk, midden tussen de mensen, zou ik graag met die ervaring naar Brussel trekken om echt vanuit die praktijk pedagogie te kunnen gaan spreken in het Vlaams parlement. Ik heb wel mogen meeschrijven aan een aantal beleidsplannen rond onderwijs dan heel specifiek. En een jaar geleden heb ik beslist om ook voor de schermen te gaan werken voor de politiek. Welke quote heeft u gekozen? Mijn handelsmerk is om de dingen efficiënt vast te pakken en aan te pakken en te realiseren. Dus er zijn heel wat uitdagingen die op ons bord komen dagelijks. En dan is het belangrijk om te kijken wat we kunnen doen, om te kijken in mogelijkheden en echt ook om over te gaan tot actie. En daarom heb ik ook gekozen als slogan Cox en Krachtig. Wie zijn uw politieke voorbeelden? Twee dingen in het leven vind ik erg belangrijk en zeker in het politieke leven. Dat is gedrevenheid en betrouwbaarheid. En betrouwbaarheid zie ik vooral terug in de persoon van Jo van Deurze. In mijn beleving is dat zowat de grote meneer die helemaal vanuit wie hij echt is functioneert en altijd ook gehandeld heeft. Dus die betrouwbaarheid is bijzonder groot, vind ik. En de gedrevenheid zie ik vandaag heel erg terug in Hilde Krevits. De manier waarop zij aan politiek doet, dat is op een heel positieve, constructieve wijze. En zij heeft, zeker nu de laatste dagen ook weer eens bewezen, heel veel dingen gerealiseerd in het onderwijs die heel wat jongeren van de komende generatie ten goede komen. Wat zijn uw politieke interesses? Wel, dus vanuit mijn ervaring als directeur van een school kom ik met heel wat domeinen van onze samenleving in contact, ja, sowieso de pedagogie uiteraard, het hele schoolgebeuren. Maar daarnaast ook alle contexten die te maken hebben met gezin, met jeugd, met armoede. We zien toch vandaag ook in onze schoolbanken heel wat jongeren die vanuit sociaal-economisch achtergestelde gezinnen komen. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we het onderwijs blijven verder uitwerken zoals dat nu al in gang gezet is. Daar is het belangrijk om vooral te streven naar flexibiliteit en dynamiek. Dat we een beetje van die oude systemen die heel statisch zijn kunnen afstappen om ervoor te zorgen dat onze leerlingen veel meer individueel gericht onderwijs krijgen en dat onze leraars veel meer in een dynamische loopbaan komen waardoor hun motivatiegehalte alleen maar groter kan worden. Wat kan er anders en beter in de politiek? Ik heb het gevoel dat mensen vandaag opnieuw klaar zijn om veel meer positieve berichten over de politiek te horen. We komen eigenlijk uit een tijd waar heel wat dualiteit bestaat. Het lijkt wel alsof we altijd tegen de dingen moeten zijn om dan ook weer voor de dingen te zijn. Mijn beleving is het heel erg belangrijk dat we de komende tijd veel meer kunnen inzetten op compromis, op dialoog, op denken in mogelijkheden om het voor die ganse samenleving heel erg goed te maken. Welk voorwerp heeft u meegebracht? Wel, ik heb mijn boek meegebracht. Dat heb ik 2 weken geleden gelanceerd. En de titel is heel bewust gekozen, Recht op ongelijkheid. Ik ga ervan uit dat een leerling, iedere leerling in ons leerplichtonderwijs het recht heeft om op zijn eigen manier benaderd te worden.
En dan kan ons onderwijs er ook in slagen om echt in te spelen op iedere individuele leerbehoefte van die leerling. En op die manier kunnen we met z'n allen zorgen dat er onderwijs op maat gegeven wordt, waardoor die leerlingen veel meer gemotiveerd zijn, waardoor we er zullen in slagen om bijvoorbeeld minder schooluitval te hebben, waardoor we erin zullen slagen om veel meer dynamiek te brengen in de loopbaan van zowel de leerling als de leraars. En als ik dan even de transfer maak naar de bredere samenleving, dan denk ik dat het ook heel erg belangrijk is in de komende jaren dat we ook een samenleving op maat durven maken. Als we kijken, de wereld verandert continu razendsnel. De gezinnen veranderen, de contexten veranderen. En ik denk dat het heel erg belangrijk is dat we een toekomst tegemoet gaan waar we veel meer kunnen inspelen op die behoeften van die verschillende mensen, zodat iedereen aan zijn eigen levenskwaliteit kan werken.